Of nee, met een schoot is goed. Dag professor Martin. Oh, met een liefst. Dag professor Martin. Dag liefst. Alles goed? En redelijk. Zijn de kindjes in het val in de aula braaf geweest dit jaar? Ja. Redelijk. Oei. Dat ging toch niet zo. Ik heb er het maar gezien in mijn slaap. Paar die zit te ballen. Oei. Ik heb een paar die zit te kussen. Ai. Dat ook al in de naam. En ik ben jaloers. Wat een ziet er ook jammer voor ze allemaal. Zeg, we hebben gehoord dat jij zo van muzikaal talent bent. Ik weet van niet hoe geweest. Wij hebben dit jaar achter een instrument gezocht en we hebben er niet veel gevonden. We hebben eentje gevonden. Een fluitje. En nu wilden wij eens vragen of jij een mooi Sinterklaas liedje in gang kon steken voor de les. En dat al die kindjes eens meedoen. Dankjewel, professor. En wij hopen u te zien volgend jaar. En we zitten dat allemaal genoteerd van dat kusjes geven en van dat babbelen. Dat staan we ook allemaal voor gezorgd. Allee, dan mogen onze de schatjes. Dag brave kindjes. Dag Sinterklaas. Moet je eens doen, een laatste keer. Dag brave kindjes. Dag Sinterklaas. Ik heb hier gehoord dat hier een studentvereniging is van criminologie. Is dat waar? Ja. Hoe noemt die studentenvereniging? Kan dat iets geluider? Al die schatjes van Lombrosiana, waar we eens naar voren komen. Kom maar naar voren. Wat denk je dat? Komt niet veel. We zullen er aan beginnen. Er zijn hier een paar mensen die braaf geweest dit jaar. De eerste dat die braaf is geweest is ons Charlotte. Charlotte mag je bij mij op de schoot komen zitten. Dag Charlotte. Wat mij is bang. Dag Charlotte. Ik heb van het presidium van Lombrosiana gehoord dat jij nogal roer zijn in iets. Wat zou dat kunnen zijn? Ik heb gehoord dat jij nog wel goed kunt zagen. Zagen? Dat kan heel goed zagen. Is dat waar, Charlotte? Dat kan ik
goed, hè? Ja, kan dat goed waar zijn? Dan hebben wij een cadeautje voor u. Een zaag. Nu kunt u nog alles doordienen zagen. Ik zou beginnen met het bos interviewen. Het zoningbouw. En daarna kunt u misschien ons hoofd nog een beetje meer aan zagen. Is dat goed, Sjabbel? Zijn het een met je cadeau? Ja, goed, Lee? Super blij. Oh, dat is tof, zeg. Allemaal een applausje voor Charlotte daar. De kracht dat ik zocht. De Kenneth. Kent iedereen de Kenneth? Wij kennen de Kenneth. Allee, het presidium van Obrosiana, dat mij een brief heeft gestuurd hier, kent de Kenneth heel goed hoor. De Kenneth mag ook een keer op mijn schoot komen zitten. Kenneth, kom een keer naar voren. En hij is zo schoon emotionaal. En Kenneth, hoe gaat het? Goed. Niet te zenuwachtig? Nee. De Kenneth heeft een grappig verhaaltje. Kenneth is hier toegekomen aan de universiteit. Maar hij had al direct een probleempje. De eerste naam dan. En de Kenneth mag dat nu een keer vertellen. Ja, Kenneth, wat was dat verhaaltje? Ik weet dat niet meer. Hoe zou dat toch komen, zeg? Allee, wat ik heb opgevangen uit een brief, ja, dat je toch niet veel meer van die namen weet. En dat je toch nog op een rare plek zijn wakker geworden. Waar was dat juist, Kenneth? Tussen twee auto's. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. En dat schijnt waar jij ook iets verloren. Wat was dat juist, Kenneth? We zullen dat maar zo laten. Hoe is dat een pietje? Ik zeg een pietje. Nou, wat moet dat? Goed. Wat heb je mijn broekje, mijn schoenen. Allemaal een applausje voor de Kenneth. Allee, Kenneth, je mocht terug naar dat ik zocht. Ik dacht dat ik hem daar zoet ging. Ah, hier is hem! De Marco! Marco kan hier op mijn schoot zitten. Allee Marco, hoe zeg ik eens, hoe bevalt de universiteit u tot nu toe? Ja, heel goed, zeker dat ook toch. Allee, dat hoor ik graag, zeg. Zeg maar dat je toch wel hebt gehoord, dat je toch een drankje heel geren drinkt. Zeg een keer, wat denkt u heel graag? Genever. Dat wou ik horen, zeg Genever. Lekker, lekker, lekker. Maar wat gebeurt er als je daar te veel van drinkt? Oh, dat weet ik zo in echt meisje. Hij is toch al vergeten, blijkbaar. Maar blijkbaar vorige week, de dinsdag, had jij toch wel heel veel geneveljes gedronken, klopt dat? Dat klopt inderdaad, zie. Oei, 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 en wat is er dan allemaal gebeurd? weet ik dat niet meer van, maar in de rest die denk dat Vindige van het doen. Dat zou toch niet mogen. Dat is toch wel heel spannend van u, Marco. Zeg, en heb jij al die geneven kunnen binnenhouden eigenlijk? Is dat allemaal in uw mondje gebleven? Ja? Allee, dat is toch al heel goed. Maar uit voorzorg, omdat Lombrosiana en de Sint zo'n zorgen om je maakt, gaan wij je toch een zakje geven. Moest het nog voorvallen, dat je zou overgeven. Piet, geef dan een keer een zakje. Ja, oké. Dat is ook goed. Een zakje is een zakje. Voilà, alstublieft, dan zet ik hem ook gepakt en gezakt. En dan kun je weer zo'n heerlijke benen drinken. En moet jij bij je vriendjes gaan staan? Allee, wie zal de volgende zijn?